was 13 toen papa voor het eerst kanker kreeg. Een nier is eruit gehaald, vervolgens is 9 jaar weg geweest. En toen heeft hij weer kanker gekregen. De andere helft van zijn overgebleven nier is uitgehaald. En toen zei zijn nier een half jaar later, nou, ik stop ermee. Op dat moment had ik 2 weken ervoor gekregen van je moet echt op zoek naar een donor. Want dit gaat geen 3-4 maanden meer duren anders. Ginger besluit zelf in actie te komen op een onorthodoxe manier. Toen heb ik op Facebook de oproep gedaan en de brutale vraag gesteld of iemand een nier aan mijn vader wilde afstaan. Ik heb het verhaal gelezen en bij de derde bladzij moesten de emmers al komen om het water op te vangen wat uit de oogjes kwam. Het was voor mij heel emotioneel. Dat was binnen 1 dag 22.000 mensen bereikt. En nog een half jaar later had papa een nieuwe nier. En inmiddels sinds afgelopen vrijdag weten we dat hij 99% nierfunctie heeft. Ginger is ondertussen als werpster vaste waarde in het Nederlands softbalteam dat vorig weekend in Italië het Europees kampioenschap speelde. Haar ouders waren er tot haar verrassing bij. Überhaupt bijzonder dat hij natuurlijk zo nog erbij is, zeg maar. Zo weer erbij is. En dan helemaal bijzonder dat hij dan dat allemaal nog kan meemaken, want dat is wel iets wat we ons elke dag realiseren. Het had heel erg anders kunnen zijn. En het team wordt ook nog eens Europees kampioen. De strijd tegen kanker gaat door. Ginger helpt nu anderen met het zoeken naar een nieuwe nier. En ze zet ook haar sport in om geld in te zamelen. Softball Against Cancer is nu 2 jaar lang al mijn kindje. En dan gaan we zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF. Als vader zijnde is dit een droom als je ziek mocht zijn en je kinderen kunnen, of in dit geval Ginger, kan ervoor zorgen dat je leven erbij krijgt. Een tweede kans is het eigenlijk.